In de Tweede Wereldoorlog is Zeeland zwaar getroffen. Zo'n 185 monumenten in onze provincie herinneren hieraan. Bij die monumenten herdenken we de slachtoffers en vieren we dat we nu vrij zijn. Ze zijn van groot belang binnen de lokale gemeenschap, zoals het herdenkingsmonument 1940-45 in Koudekerken. In 1947 is het initiatief genomen om, een monument op te richten voor de oorlogsslachtoffers door de Oranje Vereniging. Daarna is het op de achtergrond geraakt en in 2010 is het gerestaureerd naar aanleiding van het initiatief wat nu genomen is en heeft het een nieuwe plaats gekregen waar het nu staat. Ik had al een paar keer het monument gezien zoals het stond op de oude plaats. Nou, ik vond het een ding. Ik vond het ook geen monument weer. Het was groen, het was niet mooi. Als het nog een jaar langer had gestaan, dan had het uit elkaar gevallen. De dorpsraad zag dat het monument eigenlijk weggestopt, eigenlijk een beetje verwaarloosd in de hoek van de begraafplaats stond. Ze hebben dat naar voren gehaald en daarmee hebben ze eigenlijk ook de hele geschiedenis van het dorp naar voren gehaald. Ja, het boek is tot stand gekomen door het feit dat we op zoek gingen naar overlevenden. Want mensen die familie hadden die op het monument vermeld stonden. We wisten eigenlijk helemaal niet wie erop stonden, wie dat waren. Eigenlijk is duidelijk geworden wat de Tweede Wereldoorlog voor Koudekerken betekend heeft. Nee, we waren allemaal thuis. En toen zei ze, als er weer zo'n escadron vliegtuig komt, dan moet je onder aan de waterkant gaan liggen. We zijn naar onze dood toegelopen. Twee zusjes en een broer. Ja. Het is toch een stukje geschiedenis van Koudekerken wat op een manier profiel gekregen heeft die zonder het monument eigenlijk niet tot stand zou zijn gekomen. Wat er allemaal gebeurd is in Koudekerken, dat is veel meer dan we aanvankelijk dachten. Maar het is ook voor de oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt, traumatische ervaringen hebben opgedaan gedurende die verschrikkelijke oorlog, die kunnen ook terecht bij dat monument. Het is eigenlijk voor heel de gemeenschap dat monument. Dat ze dit allemaal hebben gedaan hier, wel na zoveel jaar. Ja, dat vind ik echt, we gaan bijna ieder jaar toch hier naartoe. Ja, dat vind ik echt, daar heb ik heel veel waardering voor dat ze dit allemaal doen. Zeker de nabestaanden, die vonden het helemaal geweldig. Als je die reacties iedere keer ziet van die mensen die hier dan, als er een herdenking is, dan zitten ze hier netjes op een stoel. Ja, het is ondaan gewoon en dan zeg ik, ja, ik ben tevreden.